Beste kijkers, de productie en de ontwikkelingen van ons seafoodbedrijf Seal die zijn in volle gang. Het Nationaal Informatie Instituut heeft een gesprek met de directeur Paul Lang die ons alles vertelt over dit bedrijf. Komt u met ons mee? Directeur, hoe zit het met de productie van Seal? Op dit moment hebben we het altijd beter, maar we hoeven daar zeker niet over te klagen. Seal kennen we als een gecertificeerd bedrijf. Hoe zit het met onze export? Onze exporten lopen. Ik ben heel blij dat u die vraag heeft gesteld. Omdat het heel belangrijk is als je wil exporteren, dat je over de nodige documenten beschikt om te kunnen exporteren. En u noemde dat, maar misschien kan ik het specifieker aangeven. We praten over die MSC-certificering, FDA-approved, dat is voor Amerika, en EU-approved, dat is voor de Europese Unie, Europa. Dat is heel belangrijk, dat stelt ons in staat om nog mee te kunnen op dat niveau. Naar welke landen exporteren wij voornamelijk? Zoals ik eerder heb aangegeven, we zijn in principe in staat om overal naartoe te exporteren. Op dit moment... Als we kijken, Caribisch gebied is het meer Jamaica, Trinidad, Amerika, dan denken we aan Miami. En EU, dan zit je natuurlijk Frankrijk en Nederland. We zitten bijna in de vijfde maand van het jaar. Welke ontwikkelingen heeft Seal voor 2019? Zijn we niet ontevreden. Nogmaals, we hebben te maken met een natuurlijk product. Dus het komt inderdaad voor dat door het warme weer of te veel regen dat de vangsten tegenvallen. Zoals op dit moment waren de vangsten veel minder. Maar we zijn aan de andere kant toch een gezegend land dat ondanks het soms heel moeilijk zit, dat je toch nog vangsten hebt. Daar heb ik het met name over de Seabob-operatie, dat zijn de kleine garnalen. Dat gaat. Maar het kan natuurlijk beter, maar omdat de vangsten dus nu... een beetje zijn teruggevallen. Belangrijk voor Seal is een kade waar de boten binnen moeten komen. Hoe zit het daarmee? Op dit moment, u stelt wel allemaal de mooie vragen. U heeft uw research gedaan. Inderdaad, op dit moment is onze kade, hebben we de meeste problemen mee. En problemen in de zin van voor onze operatie. Is op dit moment nog steeds onze grootste uitdaging. We hebben met ondersteuning van het ministerie van Financiën, namelijk de minister, hebben we wat ondersteuning gekregen om in elk geval onze operatie beter te laten lopen. Dus we zijn in de pre-fase om inderdaad het probleem dat we al jaren hebben, dit is iets van meer dan 5 jaar, structureel te helpen oplossen. Hoeveel boten heeft Seal of de bedrijven die voor jullie bezig zijn? Ik ben blij dat u de vraag zo stelt, omdat men vaak ervan uitgaat dat Seal boten heeft. Seal heeft nooit boten gehad. Laat me dat dan direct uit de wereld helpen. Wat we doen, we hebben contracten met, we noemen dat de vangstmaatschappijen, vessel companies, die we sluiten. Je ziet dat zo. Als een taxichauffeur bij een bedrijf zou gaan rijden, die auto is niet van de eigenaar, maar hij rijdt daar, hij betaalt een stallingsgeld. In dit geval gaat het om dat wij verzekerd zijn dat het product dus, of het nou garnalen of vis is, voor Seal is. Als onze kade in orde is, is de aanlevering verloopt vrij vlekkeloos, laten we dat zo noemen, dan is verwerking... Niet zo'n grote issue, want dan moet je te veel plannen, maar dan lukt het niet. Kan een boot naar binnen komen? Dus het brengt soms de nodige uitdagingen, maar ja, dat is het leven. Dus we gaan de uitdagingen aan. En als je dus aanlevering, verwerking en afzet, of het nou lokaal is of internationaal kan doen, in een bepaalde, we noemen dat natuurlijk de value chain,
dan helpt dat ons natuurlijk om sneller onze doelen te realiseren. Celie heeft natuurlijk zijn eigen shop waar je naartoe kan komen om jezelf te voorzien van vooral visproducten. Maar ik kan ook gewoon naar de supermarkt gaan als ik dat wil. Wat moet mij er naartoe drijven om de shop van Celie te bezoeken? Ja, een mooie vraag en ik zal hem zo als volgt antwoorden. Celie is een staatsbedrijf en ik ben er helemaal van overtuigd dat we dit soort bedrijven, zoals Celie, moeten koesteren. We mogen natuurlijk heel kritisch zijn en dat helpt. Zoals ik eerder heb aangegeven, je bent ervan overtuigd dat je bij een certified bedrijf je product. We hebben geen, zoals men dat vaak zegt, A en B kwaliteit. We hebben één kwaliteit. We zijn zeker niet ontevreden over de verkoop de afgelopen weken, zeker met Pasen. Weet u dat de christenen geen vlees, et cetera, nuttigen, maar meer vis. En we hebben echt wel wat mooie reacties gehad en zeggen, hou het zo. En dat motiveert. Het motiveert zodanig dat we nu al hebben gekeken. Er was een vraag, ja, maar kunnen jullie niet zoals de andere bedrijven, net ik reclame maak, maar je hebt inderdaad een paar bedrijven. Ik dacht Habco en Fishland en dat soort bedrijven. Who Can Catch, die dus een gebakken vis of garnaal aanbieden. En we zijn in elk geval geïnspireerd om te kijken hoe we daar natuurlijk inhoud aan kunnen geven. Is dit op lang termijn of kort termijn? Ja, als je je aan een termijn verbindt, dan moet je je daaraan houden. Ik snap het best wel. Laten we samen een uitdaging aangaan dat we dit binnen 3 maanden moeten realiseren. Als directeur, wat wilt u nog meer hebben voor dit bedrijf? Nou, ik denk dat het eerste wat je probeert te doen is om een betere flow te ontwikkelen. We hebben wat leuke momenten gehad in de zin dat we een volle dag productie hebben kunnen hebben van zowel vis als garnalen. Dan is het echt druk. Laat me je een simpel voorbeeld geven. Iedereen praat vaak over die bycatch. En dat we hebben natuurlijk vroeger verkocht in de winkel, als zodanig. Wat je hebt, is dat wanneer je zo bezig bent, dan maak je natuurlijk data verzamelen, kijken. Wat zou je dus nog meer kunnen doen? Er is natuurlijk het traject van value adding dat we ook serieus bezig zijn bekeken. Omdat we weten dat de zee ons niet meer gaat kunnen geven dan op dit moment. Met alle uitdagingen die er natuurlijk zijn. Maar wat zou je dus nog meer kunnen doen om een beter product in de schappen, in het buitenland ook aan te bieden? En ik denk dat daar de uitdagingen voor de hele sector zitten om een beter product aan te bieden. Tot op dit moment, 50, 60 jaar seafood-industrie in Suriname, we zijn gebleven op het niveau van grondstoffenleverancier voor een groot deel. Ik laat me direct mijn haast aan te geven. Er waren natuurlijk initiatieven in het verleden, maar die zijn onvoldoende verder uitgewerkt. En wij willen inderdaad daar het verschil uitmaken.